Ik volg op dit moment de opleiding bloemstylist. Dat houdt in dat je met de bloemen bezig bent, om boeketten of stukken. Maar denk ook zeker aan bruiloften aankleden of aan rouwwerk. Als je bloemstylist, dan ga je meer voor in het interieur. Het bedenken van plannen voor decoreren, de beplantingen. Voor deze opleiding moet je echt creatief zijn. Je moet met je handen kunnen werken, je moet creatief kunnen denken. Je moet heel erg outside of the box, moet je echt denken. Je moet wel sociaal zijn. Ja, ik loop op dit moment zeker stage. Dan help je dus echt klanten, bruidswerk heb je, rouwwerk, boeketten maken voor klanten natuurlijk. Wat je gewend bent van een bloemenzaak. Nou, je kan in een bloemenwinkel gaan werken. Ja, in een interieurzaak. In een interieurzaak kan je gaan werken. Als het echt je droom is, eigen winkeltje beginnen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel het grootste doel eigenlijk. Ja.